Ja, we zijn bij de landelijke uitrol van Smart Industry. Ineke Desentier-Hamming, jij bent toch wel een van de mensen die de kar heel duidelijk trekt. Even heel in het kort om te beginnen. Smart Industry, wat moeten we ons daar als buitenstaander bij voorstellen? Nou, Smart Industry, dat is ook wel de vierde industriële revolutie genoemd. En dat betekent dat we veel meer gaan digitaliseren in de productie en in alle andere manieren van opereren. Dus bij de innovaties en dergelijke. ICT is de driver. Okay, dat dus betekent dat we foutloos kunnen produceren, meer maatwerk en sneller. En dat is erg belangrijk voor onze wereldmarkt. En doet Nederland het al een beetje goed, zeg maar, op dat vlak? Ja, we doen het hartstikke goed. We zitten in de kopgroep, maar dan moeten we vooral blijven, want andere landen zitten ook niet stil. En we hebben ook een hele goede uitgangspositie, want we hebben de beste ICT-infrastructuur van heel Europa. Dat kan dus niet ieder land zeggen. Ja. Wij kunnen dat wel zeggen. Nou, we hebben samenwerken in ons DNA en we waren altijd al goed in maatwerk leveren. Dus die uitgangspositie is goed. Nu moeten we het met elkaar, want de mensen maken de vooruitgang waarmaken. Ja, dus zoiets als embedded technologieën, waarbij ze in Eindhoven bijvoorbeeld flink mee bezig zijn. Dat vormen eigenlijk de componenten nu om die smart industry echt vorm te geven. Ja, je ziet dat doordat ICT verder op de fabrieksvloer komt, dat je in staat bent ook om tegemoet te komen aan die wens van maatwerk leveren. Maar de robotten die praten met elkaar, je kunt met je klanten, dat heet customer intimacy, kun je samen dingen ontwikkelen en via internet natuurlijk heel veel delen, dus er gaat echt een wereld open. En dit is wel ons moment. Die kans moeten we nu pakken om die voorsprong te houden. En als we dat goed doen, dan zullen wij hier werk krijgen, wat nu elders in de wereld wordt gedaan, maar door onze slimme productie, door onze smart industrie, zullen we dat naar Nederland krijgen. Daarmee kan onze economie groeien, omdat we daarmee ook die slimme producten beter kunnen exporteren. Minister Henk Kamp spreekt hier ook tijdens deze landelijke kick-off. Betekent dat het ministerie het ook echt heeft omsloten? Is er wellicht ook financieel het een en ander al geregeld? Of is dat nog wat te vroeg gejuicht? Nou, sterker nog, het kabinet heeft aangegeven, en de brief is al naar de Tweede Kamer gegaan, dat deze actieagenda uitgevoerd gaat worden. Ik heb er dus ook alle vertrouwen in dat ook de financiën rondkomen. Want je kan niet zeggen dat je iets gaat uitvoeren zonder daarbij de financiën te lappen. Daar zullen we wel bedrijfsleven en overheid heel goed samen moeten werken. En ik heb er alle vertrouwen in, want dit zal ervoor zorgen dat de banenmotor opstart van Nederland, waar erg behoefte aan is en waardoor we onze economie kunnen laten groeien. Erg belangrijk voor de werkgelegenheid. Dankjewel. En laten wij nog even nader kennis maken hier met Baxter, de smart robot achter ons. Smart robot. Ja, robotisering is wel het thema. Maar het gaat veel verder dan dat. En er kan geen sector meer aan ontkomen. Van agro tot offshore. Iedereen krijgt ermee te maken. Dankjewel.